Van een zonovergoten Circuit of the Americas gaan we naar een grijs, maar net zo mooi circuit Zandvoort. We gaan terugblikken op de Grand Prix van Amerika. Tom Coronel, hoe is het met je nagels? Ja, goed. Goed, ja, ik heb er nooit zo heel veel, maar dat was meer waar ik het vrijdag over had. Weet je wel, dat buikgevoel, dat voelde even in die rij. En dat zijn van die dingen, die hou je niet tegen. Dat is gewoon iets, dat komt in je op. En ik ben daar wel iets van kwijt, maar ik zag toch wel dat de Mercedes nog steeds een snellere auto was. Dus jongens, dit is het niet, hè? Weet je, iedereen heeft zoiets van, oh, dus het komt wel goed. Nou, met Max kwam het goed. Want naar mijn inziens was Max sterker dan de auto. En ja, daar zie ik toch wel dat Mercedes nog een klein voordeeltje heeft. Ja, maar je hebt altijd een Max-factor, hè? Ja, tuurlijk. Heel even sec. Verstappen heeft afgelopen week zijn 9e pole position van het seizoen gepakt. Daardoor is hij nu al zeker van, ja, dat heet tegenwoordig dan de pole king. Ja, maar kijk. In principe heb je dan wel de snelste auto. Ja. Ja, in de kwalificatie, dat klopt. Maar kijk ook naar de races, hè. 1-2, 1-2, 1-2, weet je wel. Het zijn allemaal gewoon keurige resultaten om een wereldkampioen te kunnen worden. Maar ja, weet je, ik ben in Abu Dhabi erbij. En ik ga er naartoe om mijn feestje te vieren. En dat is maar één reden. Ik heb van tevoren gezegd, na 4-5 races heb ik gezegd, ik ga naar Abu Dhabi. Wat er ook gebeurt. Dus zowel bij Zico weten ze het, als in mijn omgeving weten ze het. Ik neem een meisje mee en wij gaan daar gewoon genieten. Ja, even terug naar de race van gisteren. Het wordt uiteindelijk heel spannend in die laatste ronde. Maar denk jij dat als die race nog 5 rondjes langer had geduurd, dat we dan een andere winnaar hadden gehad? Nee, het had gekund, maar kijk, Lewis was niet zo dichtbij als dat Max in het begin bij Lewis is geweest. Ik heb weinig inhaalmanoeuvres gezien. Ik zag ook dat, weet je, dat is een beetje waar je kijkt waar iemand sterker is. En ja, weet je, dat op de punten waar je zou moeten kunnen inhalen, daar was Max gewoon sterk. Dus ja, dus ik had niet het idee, ja, weet je kan erachter komen, maar je moet er ook nog voorbij. Je kan er niet overheen. En ja, als je de laatste ronde do-or-die-actie ernaast had gepleurd, ik bedoel, had hij toch ingestuurd. Want ja, zo werkt het. Het was moeilijk, laat ik het maar zo zeggen. Maar ik zag dat hij had het onder controle, weet je. Tuurlijk is het is spannend voor ons, maar dat is altijd voor de mensen die naast de baan zijn, dat is altijd spannender wanneer je in de auto zit. En dat maakt echt wel het verschil. Moeilijk voor Lewis bedoel je dan of moeilijk voor Max? Max had alles volledig onder controle. Ja, want tegelijkertijd zien we ook een Valtteri Bottas die van verder naar achteren moet komen. Die ging ook maar niet zomaar naar voren. Nee, het inhalen was moeilijk. Je zag hoe lang die achter Tsunoda zat. Ja, zo makkelijk kom je daar niet voorbij. En de auto is toch een klapje sneller. En, weet je, als je weet dat een circuit niet makkelijk kan worden ingehaald, ja, mag hij er voor mij de hele race achter hebben gezeten. Max zat de hele eerste stint achter Lewis. Ze kwam er ook niet voorbij. De undercuts moesten ze pareren, nou, dat hebben ze gedaan. Ja, tuurlijk neem je een risico dat je dan het einde op staaldraad rijdt. He, want de banden zijn op een gegeven moment natuurlijk echt op. Maar nu was hij gewoon in control. Ik had zelfs het begin van zijn derde stint een beetje het idee van, weet je, hij liep maar 3/10, weet je wel. Het was niet hele grote stappen die Max nam toen hij net zijn nieuwe banden erop had ten opzichte van Lewis. Zag zoiets van, weet je wat, dat managed hij. Weet je, als ik hier een beetje spaar, krijg ik de laatste paar rondjes, krijg ik ze er weer bij. Hij was ook gewoon zelfs nog met de strategie bezig. Ja. Hè? Van Sergio Perez. Ja. Dat is wel. Ja, maar Perez zat er te ver achter. Ik bedoel, die zit er nu ook weer 40 seconden achter. Hartelijk bedankt. Aardige gozer. Ja, hij zegt dan zelf achteraf. Ik was vanochtend ziek toen ik wakker werd. En ik had niks te drinken. Weet je, het interesseert me niet wat hij heeft. Ik heb nog steeds niks aan hem gehad dit jaar. Ja. En daar is hij wel een teamgenoot voor. Ja, ja, sorry dat ik zo daarover inbreek. Maar ja, fact figures is gewoon, maakt mij niet uit wat je hebt. Al ga je achterstevoren in die auto zitten, op je dak in die auto zitten. We hebben je nodig, je moet ertussen zitten. Ja. Je bent hier vandaag aan het werk als race-instructeur. Dit is misschien het redelijke basisniveau waar je kunt instappen. Ik denk dat we gisteren met Lewis Hamilton en Max Verstappen wel weer hebben gezien dat we, ja, misschien wel kijken naar de twee beste coureurs van de hele wereld op dit moment. Hè? Ja, wat je daar zag, die twee mannen, hoe die met elkaar omgaan op de baan. He, echt zeer respectvol. Wat ik heel knap vind is direct uitstappen en elkaar feliciteren. Ik bedoel, dat heb ik nog nooit gezien tussen Lewis en Rosberg bijvoorbeeld. Ja, dan zie je gewoon, zij gaan gewoon alle twee tot het gaatje en meer en beter. En dat maakt het wel heel bijzonder dit allemaal. En daarom wordt dit gewoon ook een heel gaaf jaar.
let maar op. Het is een gaaf jaar. Ja, is al een gaaf jaar. Maar het gaat in de laatste race, de laatste ronde, de laatste bocht gebeuren. En ja, dat willen we zien. Dit is gewoon de battle. En als jij de all-time high, de man die alle records heeft verbroken, de meeste overwinningen, de meeste pole posities, de meeste kampioenschappen, want ik bedoel, die gaat hij ook nog wel pakken. Ja, wie is er dan de beste? Ja. Uit Nederland. Nu hebben we een Max Verstappen gehad, die heeft gewonnen op een Mercedes-circuit, zeggen ze dat dan. Dat deed hij eerder dit jaar ook al op Paul Ricard. We gaan nu dan naar Mexico-Brazilië, dat zijn dan weer Red Bull-circuits. Ik durf niet meer te zeggen. Nee, dat is mijn vraag. Nu de verschillen zo klein zijn, dat Toto Wolff zegt zelf, ja, wij waren beter op de harde band, Red Bull op de medium band. Ja. Heb je dan nog wel circuits? Nou ja, dat is het dus. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk, wat ik alleen nog zou willen zien, alle twee in dezelfde auto. En dan is het gewoon klaar. Gaat het ooit gebeuren? Toch? Gaat het ooit gebeuren? Nou, why not? Alles kan. Ja, weet je, je moet het dulden van elkaar. Ik denk dat Lewis het niet durft. Ik denk dat Max het wel durft. Max interesseert het allemaal niet. Helemaal niet. Hij heeft gewoon zoiets, nou ja, als jij van me wint, dan ben je gewoon heel goed. Maar ik vreet je toch op. Nog heel even één laatste dingetje. Wat vond jij van het hele gevecht van Fernando Alonso met de beide Alfa's gisteren? Ja, Alonso buiten was de baan. En... Ja, maar Alonso die was dingen aan het roepen, die klopte niet. Want hij duwde hem zelf in de eerste bocht eraf, weet je wel. En dan moet je niet zeggen, naast de baan haalt hij hem in. Nou ja, dat is helemaal niet waar. Ja, dan moet je hem, als je respect hebt voor hem, exact die ruimte houden. En dan kijken wat er gebeurt. Nou, en hij deed zelf een do-or-die actie, die nergens op vroeg. Dus nee. Maar weet je, wat gaaf is dat je ziet dat hij zo fanatiek is. Want dat zijn natuurlijk allemaal als coureurs een helm op hebben. En dat maakt Alonso... Ja, voor mij wel een coureur die een karakter heeft, waar je graag naar kijkt en ja, die geen cadeautjes geeft. Ja. Kijk, hij komt terug in de Formule 1 en is nagenoeg onmogelijk. Maar hij bewijst dat het wel mogelijk is. Hij heeft mij verbaasd. Ja. Ga lekker weer terug in die auto.